ben zuster Raphaël. Ik woon hier in een gloednieuw klooster aan de rand van Arnhem, samen met 30 andere zusters. En in dit klooster hebben wij een boekbinderij. In deze boekbinderij maken wij boeken. En een boek bestaat uit heel veel velletjes papier. Ik heb hier bijvoorbeeld één zo'n vel papier. Net zo'n vel papier als wat jullie net hebben gehad en waar jullie het een en ander mee hebben gedaan. Hier zie je ook bijvoorbeeld zo'n boek met allemaal velletjes papier. En ik zal jullie laten zien hoe je daar nu een boek van moet gaan maken. Ik heb hier een stapel papier, allemaal losse velletjes. En van al die losse velletjes ga ik nu een boek maken. Ik stop deze velletjes hier in deze klem. Nu zitten alle blaadjes in de klem. En dan ga ik het lijm geven, zodat alle blaadjes aan elkaar geplakt worden. Nu krijgt dus elk blaadje een heel klein beetje lijm, waardoor ze aan elkaar gaan plakken en ze een boek gaan vormen. En doe ik een gaasje omheen, die alle blaadjes bij elkaar houdt. En nog een laagje lijm eroverheen. Als de lijm droog is, dan gaan we het boekje snijden. Aan de onderkant, aan de bovenkant en aan de zijkant. En dat doen we met deze machine. Gaan we de rug van het boek rondmaken. En dat doen we met deze machine. Nu hebben we het boekje geplakt. We hebben het gesneden. We hebben het rondgemaakt. Dan gaan we er een kaft bij maken. En die kaft die doen we dan om het boekje heen. En dat plakken we dan vast. En dan is het boekje klaar. Nou, het is een project waarbij ze leren schrijven zoals het in de middeleeuwen gedaan werd. Zo ouderwets mogelijk zou je kunnen zeggen. Dus niet met kroontjespen, nee, nog verder terug in de tijd met een ganzenveer maken ze een letter op papier. En de klas samen maakt het hele alfabet en die letters kunnen ze dan ook mooi versieren. Als de bladen klaar zijn, maken we daar een boek van. Laten we inbinden. En het tweede deel van het project is dat ze een heel modern soort boek gaan maken, maar dat doen niet wij, dat doet de bibliotheek met wie we dit project samen ontwikkeld hebben. En via de bibliotheek leren ze een digitaal prentenboek te maken. En dan komt er dus geen papier zelfs meer aan te pas. Wat een mooie monnikklasje krijg ik nu. Hoi Karin. Nou, ze vinden het natuurlijk prachtig omdat ze in zo'n habijtje worden gehezen. Ze vinden dat verschrikkelijk spannend en dat ze dan, ja, ze worden helemaal in een soort rol gedrukt. En zo direct laten we ook nog wat andere dingen zien. We laten bijvoorbeeld zien hoe een boek, wat een oud boek weegt, dat heel zwaar kan zijn, wat perkament is. En dan gaan ze weer terug en dan mogen ze het letter zelf versieren. We zitten precies eigenlijk goed, we hebben net genoeg tijd dat ze alles goed kunnen doen. Dus ze vinden tot nu toe gaat het erg goed. Dus dit is een monnik en die leest een boek. Door middel van een GPS-tocht gaan zo'n 1200 Udense basisschoolleerlingen de komende tijd op zoek naar sporen van Mondriaan. Dinsdag was het de beurt aan groep 6 van de Vlieger. Ze gaan een aantal locaties in Uden aan waar Mondriaan gewoond heeft. En ook de molen van Jette die hij ooit geschilderd heeft wordt meegenomen. Dus dat is vooral het belangrijkste, dat ze die tocht lopen, dat ze kennis maken met nieuwe media. Voordat de kinderen op pad gingen, kwamen ze bijeen in de hal van de bibliotheek.
Die kinderen die worden hier ontvangen in de hal. Die hebben diverse opdrachtjes om ze even bezig te houden. Want ze gaan namelijk in groepjes een GPS-tocht lopen. En dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. Dat moet om en om. Er zitten steeds een aantal minuten tussen. Want anders is het niet spannend. Want ze moeten namelijk met het GPS-apparaatje de route zien te vinden. Het gaat echter niet alleen om het vinden van de juiste route. De kinderen moeten onderweg ook allerlei vragen beantwoorden. Ze leren op een speelse manier op die manier van hoe werkt nou zo'n GPS apparaatje, want je kunt een vraag gewoon mondeling beantwoorden, maar je kunt hem ook inschrijven, je kunt hem intypen, je kunt hem zelfs fotograferen, je kan hem filmen. Dus op allerlei mogelijke manieren kunnen ze antwoord geven op die vraag die via dat GPS-apparaatje tot hun komt. Het project is leuk, maar zeker ook leerzaam. Het is een mix van cultuureducatie en nieuwe media. En op deze manier zijn ze en bezig met kunstinhoud, namelijk wie was Mondriaan, wat deed hij allemaal. Tevens ook weer met nieuwe media van, nou, wat kan zo'n apparaatje, zo'n GPS nou toevoegen aan mijn leven en aan de kunsten. Want daar gaat het Stichting C vooral om, die kunstinhoud in al zijn facetten en in al zijn vormen, dus ook in de nieuwe mediavorm, aan kinderen te laten zien. En ze hopelijk heel enthousiast daarvoor te maken. En enthousiast, dat waren de kinderen zeker. En ook het CKVU is positief over het project. Het is een ontzettend leuk en leerzaam traject, ook voor het CKVU, want we hadden natuurlijk nog niet zo heel veel ervaring met nieuwe media en voor ons is het ook een heel belangrijk traject geweest. Er heerste een licht Oscarsfeertje dinsdagochtend in De Pul in Uden. Basisschoolleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van 8 basisscholen uit Uden, Volkel en Zeeland waren aanwezig voor de uitreiking van de IVO's. De IVO's zijn de awards voor de film die de basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 de afgelopen half jaar gemaakt hebben. Er zijn ongeveer 150 scènes vervaardigd door alle leerlingen. En ja, er zijn er maar slechts 9 geselecteerd voor de IVO. En we hebben 9 winnaars. De filmpjes maakten deel uit van het project Bezig in Beeld van Stichting C, De Pul en de Winter Media Service. Het is een multimedia project, dus compleet op nieuwe media gericht. Waarbij we eigenlijk zelf een script hebben gemaakt. En leerlingen hebben dat met camera's hebben het script ingevuld. Dus we hebben nu, op dit moment is er een film klaar. Die bestaat uit alle verschillende scènes van die leerlingen zelf hebben opgenomen. Meer dan 50 klassen deden aan het project mee. Ze gingen aan de slag met een script en een camera. De leerlingen creëerden ruim 200 scènes waaruit de jury kon kiezen. We hebben zelf niet alleen gekozen, we hebben wel Ivo, dat is de regisseur, waarna die Ivo's, de Oscars wil ik zeggen, Ivo's vernoemd zijn. Die heeft gekeken naar een stukje kwaliteit, hè, want hij is de eindregisseur. Maar ook de leerlingen hebben zelf kunnen stemmen op elkaar binnen de klas. En daar hebben we dus eigenlijk is een formule uitgerold en dat heeft bepaald dat er 9 mensen het zijn geworden. Het waren veel scènes, maar van de andere kant zijn de scènes die gewonnen hebben, die sprongen ook echt wel uit. Ze hebben hele leuke dingen gedaan. Voor de kinderen was het een verrassing wie de uiteindelijke final cut zou halen. We kwamen hier, ze wisten dat er iemand uit de klas gewonnen had, maar ze wisten niet wie. Dus het is natuurlijk heel spannend. En volgens mij is het heel geslaagd, ze vonden het wel leuk. Het project is wel echt een succes geweest, we hebben het opgestart. Het is nieuwe media, dus het is wel heel nieuw. Ik merk ook dat er dus met allemaal nieuwe apparatuur gewerkt moet worden en met computers. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is wel het project is geslaagd. En ik denk dat het de hele basis ligt er nou. Dat we kunnen nou voor de toekomst films gaan maken met alle leerlingen. Durven dansen, daar draait het om bij Trip Trap Trappendans. Een project van het CKVU en Stichting C voor groep 3 en 4 leerlingen. De balletdanseres deed het eerst voor en al snel volgden de kinderen ze van kamer naar kamer via een lange trap. Zelfs de kinderen die het in het begin niet zagen zitten, dansten uiteindelijk enthousiast mee. Er worden tegenwoordig steeds gekkere gebouwen gemaakt. En eigenlijk houdt het niet op, het wordt allemaal steeds spectaculairder. En dat komt door de computer. Architecten, mensen die dus gebouwen maken, die kunnen tegenwoordig alles maken op de computer en ook berekenen. Dus de wildste vormen en alles kan blijven staan omdat ze goed kunnen berekenen dat het niet instort. Vroeger was dat anders. Maar nu zie je dus moderne gebouwen die heel bijzonder kunnen zijn. Ik vind dit een heel bijzonder gebouw. In Uden, het theater Markant. Waarom vind ik dit nou bijzonder? Ik vind niet alleen
een modern ontwerp met zo'n gevel die helemaal schuin staat. Ik vind het ook een mooi ontwerp omdat het zo goed laat zien wat dit gebouw eigenlijk wil zijn. Het is een theater. Het hoopt natuurlijk dat er veel mensen die buiten lopen naar binnen komen. Dus heeft de architect bedacht dat hij een glazen pui gaat maken. Met deze glazen pui slaat de architect eigenlijk twee vliegen in één klap. In de eerste plaats is het zo dat hij door die glazen pui de mensen van buiten naar binnen laat kijken. En dat nodigt uit voor die mensen buiten om naar het theater te gaan. Maar op de tweede plaats heeft hij misschien ook wel aangedacht, wat gebeurt er eigenlijk in het theater? In het theater wordt er gespeeld over het leven buiten. Theater Markant heeft dus een open wand. Buiten en binnen lijken in elkaar over te gaan. Maar het kan ook heel anders. Dit is nou een gesloten gebouw. Een gebouw, als je buiten staat, kun je niet zien wat hier binnen zich afspeelt. En dat is natuurlijk opzettelijk. Want de mensen die hier achter wonen, die willen geen groot publiek. De mensen die hier wonen, dat zijn zusters, kloosterlingen. En die willen juist leven in stilte.